Goeiedag. Hoe is het, jongen? Ik weet het niet, Jan. Ik heb me vandaag een beetje algemeen chagrijnig. Het heeft geen reden. Het is niet iets dat ik denk, nou, daarom ben ik chagrijnig. Ik voel me gewoon chagrijnig vandaag. Nou, eens kijken of we daar wat plezier in kunnen brengen. Hoe is het met jou? Nou, ik ben hard bezig om... Ik heb mijn dagboek uit 2004 teruggevonden. Over Curaçao. Ik heb daar een werkbezoek gebracht aan de gehandicaptenraad daar. En ik heb nou en de filmbeelden en het dagboek op internet ben ik aan het zetten. Inclusief alle foto's. Dat is toch wel... dat krijg je toch zo'n reisgevoel, hè? Dus je dacht, ik kan door die corona me helemaal niet bewegen. Laat ik maar even wegdromen bij de plekken waar ik ooit geweest ben. Ja, en zelfs verder buiten. Ik ben nog met een verhaal bezig over mijn reis naar Kenia. Maar daar ben ik nooit geweest, maar dat maakt niet uit. Over je reis naar Kenia, waar je nooit bent geweest? Ja. Dat heb je helemaal bij elkaar gefantaseerd. Ja. Ja, mijn fantasie is af en toe eindeloos. Dan weet ik soms niet meer wat echt is of niet. Oh, geweldig. Handig als beleidsmaker. Zeker, maar daar heb je ook wel fantasie voor nodig. Ja, zeker. Ja. Zeker als het gaat om mobiliteit, want daar gaan we het volgens mij over hebben vandaag. Eigenlijk zou ik willen zeggen met voor jou en mij, zeg maar, als voor mensen in een rolstoel, voor andere type handicaps is dat waarschijnlijk anders. Hm. Maar is mobiliteit toch echt wel de voornaamste handicap? Zeg maar, hoe mobiel je bent bepaalt hoe beperkt je bent. Dat merken we nu tijdens deze coronacrisis. Is het eigenlijk heel erg zichtbaar. Maar de eerste keer dat ik... Of de momenten dat ik last krijg van... Of mij gehandicapt voel... Zijn toch de momenten dat mensen naar het strand gaan. En ik daar met mijn niet-strandstoel, zeg maar, amper op kan komen. En dan creatief moet worden. Of dat ik dan toch in het buitenland ben met die 500 trapjes. Dat zijn de momenten. Dat je daadwerkelijk voelt dat je een handicap hebt. En dat heeft eigenlijk stiekem allemaal met mobiliteit te maken. Ja, zeker. Bij mij begon dat als kind, hoor. Ik bedoel, mijn vader was eenvoudige, hoe zeg je dat, dekknecht. Dus we hadden thuis geen financiën. Maar dankzij mij heeft hij uiteindelijk een auto kunnen aanschaffen. Want omdat hij een kind met een handicap had, kreeg hij vrijstelling van wegenbelasting. Oh, wauw. Ja. Ja, dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Dus mijn vader had al vrij vroeg een auto. Ondanks dat het absoluut niet passend bij zijn inkomen was. En kon hij zelfs Mercedes rijden. Die oude bakken, weet je wel. Maar dat was in die tijd best wel een voordeel, moet ik zeggen. En ja, mobiliteit, daar begint alles mee. Is dat ook... Is die visie altijd al zo geweest? Want je hebt mij een prachtig filmpje toegestuurd, die zetten we dadelijk even onderin, van het moment dat de Sint Maartenskliniek rolstoelen kreeg. En een prachtige stem die zegt dat deze arme kinderen toch geholpen worden met Sinterklaas en al die prachtige mensen van Philips die dag en nacht die hun hele vrije tijd opgaven om rolstoelen te maken. Dat is echt een basale vorm van een handicap proberen op te heffen eigenlijk. Ja. Nou, ik weet wel, dat was zelfs voor die tijd. Ik was 6. En tot die tijd moesten mijn ouders me altijd dragen of in een kinderwagen. Maar op een gegeven moment ben ik daar toch wat te groot voor. En toen heeft mijn vader via de bijzondere bijstand en draagt dat kanderslasten en de zorgverzekeraar een kinderrolstoel kunnen regelen. Een E&J. En ik vond in het begin helemaal niks, want op de grond leek me een stuk veiliger als in zo'n kar, waar je in één keer steeds hoger komt te zitten. Maar de rolstoel, ja, dat is natuurlijk de meest geweldige uitvinding voor ons soort mensen die er maar is. En ik gun hem ook iedereen eigenlijk, maar dat mag je niet zeggen. Maar ook de lopende mensen gun je een rolstoel, bedoel je? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is fijn als je vriendinnetje of vriendje hebt. Hey, je hoeft niet op de grond te gaan liggen. Het heeft zoveel voordelen. Alleen ja, die campagne, dat is nog nooit doorgekomen. Ja, dat zat ik er nog nooit over nagedacht. Rolstoel voor echt iedereen. Ja, ja. En dan heb je... Je moet je voorstellen, in de woningbouw heb je dan maar de helft van de hoogte nodig. Van de huizen. Dat zou toch een geweldige uitvinding zijn.
En ik zit te denken, Jan, even heel radicaal gedacht. Maar stel dat je ervan uitgaat dat de enige rol van de overheid zou zijn om alle mobiliteitsproblemen op te heffen. Dus zij zouden hun rol zien als we zorgen ervoor dat alle wegen eigenlijk volledig geëffend worden. Maar daarmee stoppen we ook de uitkeringen, daarmee stoppen we ook alle speciale vormen van arbeid. Maar we zorgen er wel voor dat mobiliteit, dat is opgelost. Zou dat iets zijn wat werkt? Als je mobiliteit heel breed ziet, dan denk ik dat het een heel belangrijk aspect is. Of je alles kunt weglaten, daar blijf ik dan wel weer over. Maar weet je, mobiliteit is natuurlijk ook contact maken met. Mobiliteit is naar dingen toe gaan. En nu zie je dat nog vaak heel beperkend is. Ik bedoel, ik kom nog uit de tijd, dat was ook in de jaren 70, dat we wel met de trein mochten, maar dan zat je in de hondenkop in de goederenwagon. De goederenwagon? Ja, wist je het niet? Ja. Want je kon natuurlijk de trein niet in. Hè? Die hondenkop had de goederenwagon. En daar werd ook een varken of een fiets of weet ik veel vervoerd. Dus dat zijn we dan door de. Hè? Dat ja, zat, ja, ja. De varkens. Ja, vooral richting Limburg. Daar ging nog eens een varken mee. Ik weet niet waarom, maar dat was niet tijd. En als je dan mazzel had en je had een aardige machinist, dan deed hij de deur open. Want als het heel koud was, er zat natuurlijk geen verwarming. Dan had je minstens nog een beetje verwarming vanuit de cabine van de machinist. En dan kon je lekker naar buiten kijken. Dat is bizar. Ja. Ja, nou ja, dus iedereen die zegt dat we niet vooruit gaan. Nou, ik kan je toch echt zeggen, we gaan echt vooruit wat dat betreft. En ja, veel te langzaam. En ik weet nog goed, ik werd voorzitter bij de Landelijke Gehandicaptenraad. En ik zat in het consumentenoverleg met de AWB en Rover en al dat soort clubs. En dan ben ik op een gegeven moment uitgestapt. Omdat ik zoiets had, ja, er gebeurt geen reet. Ik bedoel, er komt geen verbetering in toegankelijkheid. Nou, mijn achterban vond dat niet zo'n goed idee, dus ik ben uiteindelijk gedwongen om terug te gaan. En toen hebben ze een mobiliteitsmanifest gemaakt, in de jaren 90, waarin stond dat wij alleen terug zouden komen als alle vervoer toegankelijk zou worden. En ook nieuw vervoer. Want in die tijd waren ze bijvoorbeeld bezig met ponten, met een kabelbaan tussen Nijmegen en Arnhem. Is er nooit gekomen. Maar dat echt alles toegankelijk moet zijn, inclusief de tankstations. Die zijn ook nog niet toegankelijk. Maar dat is nog niet gelukt. Nee, dat is absoluut niet gelukt. Je ziet verbeteringen, laten we eerlijk zijn. Ja, en dingen als valies. Want daar kan ik me dan heel boos over maken. Hè? Van die oplossingen als taxivervoer, deelvervoer. Maar dat mag dan maar zoveel duizend kilometer zijn. Want anders ga je boven je budget. En als jij een uur te laat komt bij je afspraak, dan mag dat. En als je een uur te vroeg komt bij je afspraak, dan mag dat ook. Dat vind ik echt mensonterende dingen die in Nederland nog steeds plaatsvinden. Maar was dat toen ook al onderdeel van de discussie? Waar is... Ja, zeker. Want wij hebben zelfs toen ze gingen bezuinigen op Trax, zal ik zeggen, toen heet het nog Trax. Toen hebben we ook een rechtszaak aangespannen. En daar zijn we tot bijna Europa aan toe zijn we daar mee bezig geweest. Maar uiteindelijk is dat gewoon ook door geldgebrek en procedures hebben we dat gewoon niet kunnen redden. Om zo ver te laten gaan. Maar toen speelde dat al. En het rare was dat ze allemaal uitgingen van een soort gelijkheid. Dat iedereen hetzelfde reed. Nou, dat was niet zo. Want er kwam ook heel veel geld terug. Kijk, en jouw vervoersbehoefte kan heel anders zijn dan mijn vervoersbehoefte. Dus ja. Wij zeiden, ja, je moet gewoon kijken naar wat heeft iemand nodig om te kunnen participeren. Anders hoef je het woord participeren niet neer te zetten. En laten we eerlijk zijn, ook de trein en ook andere vormen van openbaar vervoer is niet altijd een oplossing. Ik bedoel, je zult mij niet gauw met de bus of met de tram in Amsterdam naartoe gaan. Want de kans dat ik dan wat breek is reëel aanwezig. Dus dat is voor mij gewoon geen optie. Dus je zult ook in veel moeten kijken naar wat er wel of niet kan. Dus mobiliteit is een heel erg belangrijk aspect. Dus dan komen we toch bij het toch een beetje platgetrapte cliché maatwerk. Wat overigens altijd wel weer waar blijkt te zijn, dat de enige oplossing is. Dus kijk naar de persoon en probeer daar een plan op te maken. Ja, ik bedoel, je merkt ook, kijk, sommige mensen die blind zijn, die kunnen uitstekend met openbaar vervoer, maar word jij blind op latere leeftijd, dan wordt het toch wel knap lastig. Want het is niet alleen met OV, maar dan moet je ook nog op de plek van bestemming zien te komen. Kijk,
op Amsterdam na kan ik bijna altijd voor de deur ergens parkeren. Snap je? Dus dat is natuurlijk ook een belangrijk ding. Want je moet wel kunnen komen. Kijk, jij bent vrij handig met je rolstoel, maar als jij daar wat ouder bent zoals ik, ja, dan moet jij nog maar van de bus naar je huis zien te komen. Ik dacht en dat ik nog veel handiger ben dan dat ik nu ben, omdat ik al die levenservaring erbij heb. Nou, dan ga ik je dan toch een beetje in teleurstellen, ben ik bang voor je. Oké, dan heb ik... Dat is me toch niet helemaal gelukt om me op te vrolijken vandaag. Maar met jou praten, Jan, is altijd een hoogtepunt van de dag. Dus daar ben ik toch wel blij om. Maar ja, dit is nog ook weer een onderwerp wat nog wel wat vragen behoeft. Vooral met name over, als ik advocaat van de duivel ben, wie betaalt het en wat kost dat? Om maatwerk voor iedereen te bedenken, als het gaat om mobiel te kunnen zijn. Maar misschien ja, en de vrije keuze. Ja. Kun je alle mensen verplichten om gebruik te maken van de OV? Dat vind ik nogal wat. Dat zou ik mee akkoord zijn als we de rest van Nederland dat ook doen. Hele goede wijze opmerkingen. Als laatste. Te gek, Jan. Dank je wel. Doei. Doei.